Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en het is al richting het einde van de middag. Vandaag is officieel de herfst begonnen, dus ik ben echt helemaal in mijn nopjes. Het weer is er alleen nog niet echt naar, maar oké. Ik heb vandaag mijn huis schoongemaakt, ik heb boodschappen besteld, dat soort dingen. Wat ik letterlijk altijd standaard op maandag doe. Wat ik niet standaard op maandag doe, is dat ik vanavond naar Kimberly toe ga. Kimberly is onlangs verhuisd. Oud klasgenootje van mij. Misschien kennen jullie haar wel. Zo niet. Een oud klasgenootje van mij. En tevens ook vriendinnetje. Haar vriend kan dus heel goed koken. En ik heb dus nog nooit tofu op. En toen zei Kimberly van ja, je moet een keertje tofu bij ons komen eten. Dus nou ja, zodoende. Er is dus tofu voor mij gemaakt in een wokgerecht. En los daarvan heeft Kimberly ook een kitten, Molly. Dus ik ben super benieuwd. En ik dacht, ik ga jullie gewoon vandaag lekker meenemen. Pip die is aan het eten, we hebben net gewandeld. En dan ga ik zo meteen naar Boksmeer rijden, want daar woont Kimberly. Ik weet echt niet wat ik met mijn haar aan moet altijd. Ik heb vandaag dus mijn haar gewassen. Dat doe ik ook altijd op maandag, want dan heb ik alles schoongemaakt en zo. En vaak ook nog gesport. En dan ga ik daarna gewoon lekker uitgebreid douchen. Maar ja, ik kan gewoon echt niks met mijn haar als het net gewassen is. Ik heb trouwens de oplossing gevonden van mijn navigatieprobleem. De oplossing is om mijn telefoon aan en uit te zetten wanneer ik uit de parkeergarage kom. Mocht je helemaal niet weten trouwens. Mijn navigatie liep iedere keer vast. Op het moment dat ik ging rijden, dan flipte die. Dan ging de tijd zeg maar wel op. Maar mijn navigatie liep vast. Ik kon dan echt helemaal niks meer. Ja, dat is echt fucking kut. Want het rare eraan is dat als ik mijn live locatie deel via WhatsApp met vrienden. Nou ja, ik had een tijdje terug ging ik naar Thomas en Rutger toe. En Thomas kon wel zien waar ik reed. Dus het heeft niks met mijn locatie te maken. Ook niet met Google Maps, want het gebeurt letterlijk bij Google Maps. Heb ik geprobeerd, kaarten heb ik geprobeerd, Waze, Wazen, iets heb ik ook geprobeerd. Ja, de enige oplossing is dus dat ik mijn telefoon aan en uit zet als ik uit het parkeergarage kom. Vervolgens dan mijn navigatie instel, dan doet hij het wel. Nou ja, het is in ieder geval iets. Nou moet ik zeggen dat ik sowieso twijfel om een TomTom te gaan kopen. Een los navigatiesysteem. Wat eigenlijk achterlijk is. Want er zit dus letterlijk een TomTom in mijn auto. Alleen als ik die wil laten updaten, moet ik hem echt naar een speciale Fiat dealer brengen of zo. En de vriend van mijn moeder die heeft een garage voor Italiaanse auto's, dus je zou denken, oh, dan kan hij dat ook doen. Nee dus. Dan moest ik echt naar waar ik hem gekocht heb. Dat was in Amersfoort. En dan ben ik hem ook nog eens een keer kwijt. Hoe kom ik weer thuis? Allemaal gedoe en gezeik. Dus ja, ik heb dat nooit gedaan. En dat, terwijl ik deze auto heb gekocht op het feit dat hij ingebouwde navigatie had. Dat vond ik toen nog super chill. Maar toen wist ik nog niet beter. Ik wist niet dat je dat zo vaak moest updaten en bla bla bla. Ik zit er dus wel over na te denken om misschien een losse TomTom te kopen. Omdat ik eigenlijk niet echt heel groot fan ben van het navigeren op je telefoon. Omdat op het moment dat deze hier soms in hangt en ik krijg berichten binnen, triggert het je wel. Je raakt toch heel even afgeleid. Je wil dan soms toch weten wat er stond. Al helemaal als je het niet helemaal kan lezen. Je kijkt ernaar, ja. Als jij gewoon je telefoon in je tas kan stoppen, desnoods alleen hoeft te gebruiken voor je muziek. Als iedereen dat nou zou doen, dan zou dat ervoor zorgen dat er veel minder ongelukken op de weg zijn. Nou, hele preek. Ik ga rijden, want hij doet het. Dus het duurt even, ongeveer 2 minuten. En ik sta altijd voor een sportschool. En volgens mij denken die mensen ook van, joh, gaat het? Maar dan heb je ook wat. Oké, okay, mega random. Zo, het licht is ook lekker hier. Ik sta nu op een parkeerplaats. En dat is allemaal blauwe zone, behalve de achterste 2 rijen. Van dezelfde parkeerplaats.
Maar goed, als het goed is, hoeft het daar niet. Maar ik dacht het zeker of rond onzeker als ik dan straks ineens wel moet of zo. Ja, ik weet niet. Ik vind het een raar verhaal. Op dezelfde parkeerplaats dat er ook een rij is die geen blauwe kaart nodig heeft. Nou ja, ik ben er bijna. Ik moet heel nodig plassen. En ik heb vooral heel veel zin in het eten. En het ruikt hier echt al mega lekker. Want Siske is al net kokkerellen daar. Je hebt wel luxe hoor, met een fancy lekker, van koken. Lekker, ik bedoel met koken. Ja, dat is, ja, echt... Het is echt heel chill. Oh, dat had jij zeker bepaald. Ja. Maar kook je überhaupt dan nog wel eens? Of helemaal echt nooit meer? In de tijd dat je hier woont, nooit meer gekookt? Ik denk dat ik misschien 5 keer gekookt heb. Wow. Maar je doet het dus niet professioneel. Je wil daar niks mee gaan doen uiteindelijk. Nee, mijn vriendin wil daar, denk ik. Nou, daar hoef je niet voor te kopen hoor. Nou, kijk even trouwens hoe leuk is dit appartement. Ik vind deze kleurencombi van die muur met dat okergeel. En kijk hoe tof. Ze kijken dus uit op een kerk. Ja, dat hoor je natuurlijk wel. Dat is dan een nadeel, maar... Zo leuk. Het is zo'n gezellig appartement. Ja, je hebt het echt goed gedaan. Alleen nu willen we nog de poes. Ja, ik zal hem even halen. De kitten. Komt vanzelf. Oh, wat vet joh, die stenen muur ook. Ja, sick, hè? Ja, oh, heel. Alleen het enige nadeel is, Siske slaat aan die kant en als zich omdraait, dan krat ze tegen de muur aan. Dus, wat dan? Ja, het zijn kleine geitjes die... Oh, ze zit daar, maar je kan haar niet zien. Nou, ze komt vanzelf wel terecht. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Hoe oud is ze? Ze is sinds zaterdag 14 weken. Echt nog een mini. Heeft ze al gehad? Nee. Oh. Ik had krabben, hè? Dat vind ik altijd een beetje eng. Nee, deze niet. Deze is echt heel lief. Zeg ze allemaal. Ik vind het verhaal hoe je deze kat hebt gevonden, vind ik wel heel bijzonder eigenlijk. Moet ik dat nu vertellen? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik wil graag een kitten uit het asiel in Uden. En toen kwam ik daar en we hadden gemaild. En toen zei ze, oh, maar we hebben helemaal geen kittens. En toen dacht ik, ja... Maar ik wil een poes. En toen ging ik op Marktplaats kijken en toen zag ik in Uden een poes met een 06 nummer. En toen heb ik gebeld en zei, zijn jullie nu thuis? En toen was het, is. En we hebben een poes. Ik zeg maar heel samenvattend het verhaal is dat Kimberly gewoon ergens was. En dat ze gewoon random daar op die locatie dacht van, hey ja, ik wil nou gewoon een poes. Dus ik ga nu kijken wie er een Marktplaats dichtstbij zijn een kat verkoopt. En die heeft ze gewoon gekocht. Dat is het verhaal. Maar het heeft gewerkt. Ja, het heeft zeker gewerkt. Echt, wat een mooie creatie dit ook van. Leuk. Oké, we hebben net lekker soep gegeten. En nu gaan we voor de hoofdmaaltijd. Ik ben heel benieuwd. En het is? Lekker. Partner. Hè? Wat ben je haak? Wat ben je aan het maken? Wat is het? We zijn aan het wokken. In een wokrestaurant. Teriyaki saus? Oh, lekker. Oeh, dat vind ik wel lekker. Echt zo uit het raam. Hop. Doe je kant. Ja, je kunt er wel prima op. Nee. Doe normaal. Ik kan wel op het gebouw schijnen. Dat is nee. Niet langzaam naar boven, maar gewoon los. Nee, niet kat ze op het raam springt. En ik heb het ook nog op de vlog. Ik wil hier geen getuige van zijn. Zo, ik ben weer thuis. Hoe leuk is dit jasje trouwens? Die komt trouwens van Naked, mocht je het afvragen. En dat is dat pak. Het zijn echt van die pofmouwtjes. En die binnenkant vind ik ook tof, maar alles lijkt geel. En even mijn pyjama aantrekken. In 3, 2, 1. Zo, ik heb lekker mijn pyjama aan. Dit mega grote shirt van Freddy. Love it. Ik heb ooit bij de ASOS gekocht trouwens. Ik krijg hier ook best vaak vragen naar. Ik heb trouwens echt, dit is echt fantastisch. Heb ik mijn telefoon daar nog? Oh. Die moeten we wel hebben, hè, Pipje.
Oh, nee, dat is niet de bedoeling, schat. Nee, Bordje gaat niet meer naar bed. Nee. Nee. Doe maar even los. Nee, morgen krijg je Bordje weer. We gaan het Bordje niet meer naar bed nemen. Pippi wil gewoon altijd een Bordje mee naar bed nemen. En dan gaat ze ten eerste vette vlekken maken op mijn bed met dat Bordje. Nou, is ze waarschijnlijk gepikeerd. En ten tweede, dik lopen rapsen met die tanden. Dus zo langs. Wat een goed verhaal dit. Oké, even de ramen open doen. Want dat durf ik overdag niet, want er vliegt hier echt wespen, daar zeg je u tegen. Maar wat ik wilde vertellen is, ik heb dus die aroma diffuser gekregen, of een geurwolkje. En die is helemaal fantastisch. Alleen, ik was dus, van het weekend was ik bij mijn vader. En hun hebben dus ook zo'n aroma diffuser. En die hebben dus geurolie van Bridgewater. En Bridgewater is echt, een van mijn favoriete geurkaarsmerken. Vanuit vroeger al. Ik kocht daar echt altijd al mijn geurkaarsen. En ik ben helemaal gelukkig. Dus ik heb 3 van die olies daar gekocht. Dit is wel echt het allerbeste wat je kan indenken. En ik heb hem ook nog eens een keer in mijn favoriete geur. En dat is deze. Katoen. Die is echt fantastisch. En ik heb nu deze erin. Storybook Dreams. Ik moet zeggen dat dit geurtje me heel erg doet denken aan het huis van mijn zus. Wij waren alle twee trouwens mega grote Bridgewater geurkaars fan. Toen kende ik Yankee Candle en zo nog niet. En ik heb Christmas Bliss. Dit is dus een andere versie van kaneel. Ik moet zeggen dat ik die die kaneel is ook super lekker. Want dat is ook best wel een unieke geur. Omdat het echt een beetje die zuurstok kaneelgeur is. Maar ja, dit moest ik gewoon even delen. Ja, het kost 8 euro of zo, zo'n flesje. Maar goed, je doet hier 6 druppels of zo van in. Per keer. Dus je doet hier super lang mee. Dus ik ga echt, ik wil alleen nog maar dat. Dus ik moest dit even delen, want dit is fantastisch. Oh, en trouwens. Ik weet niet of het aan mij ligt. Maar ik heb het idee dat er meer mensen last van hebben. Ik vraag me af of dat dan door het weer komt. Maar ik zit echt, voor mijn doen, onder de buisjes. Hier echt overal puisjes. Hier. Ik weet niet waar het ineens vandaan komt. Of dat het hormonaal is, dat ik ongesteld moet worden. Want een periode leek het best wel goed te gaan qua menstruatie en zo. Mocht je dit helemaal gemist hebben. Ik ben vorig jaar aan een prikpil geweest. Ik heb hier een hele video over opgenomen. Maar ja, sinds ik daarmee gestopt ben, is mijn cyclus nog helemaal uit balans. Word ik heel onregelmatig ongesteld. Als ik ongesteld word. De eerste periode werd ik helemaal niet ongesteld. Toen werd ik een hele periode bijna om de week ongesteld. Nou ben ik het echt wel weer een hele tijd niet geweest. Dus gaat lekker verder. Misschien dat ik dan wel die symptomen krijg. Want ik merk ook dat ik echt super veel behoefte had. En chocola en zo. En best wel van die snaaibuien had. En dat hoort natuurlijk ook allemaal wel een beetje bij die hormonale dingen. Ik weet het ook niet. Oké, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Mijn camera was oververhit. Terwijl hij stond letterlijk gewoon in de badkamer. 5 minuten te filmen. En hij was dus helemaal oververhit geraakt. En ik moest hem dus uitzetten. En hij moest eerst afkoelen. Ik ga de vlog afsluiten. Ik ga Lang Leven de Liefde kijken. Oh mijn god. Ik ben er gisteravond aan begonnen. Ik weet dat er echt al, ik weet niet hoeveel afleveringen van zijn. Maar ik ben gewoon begonnen bij het begin september. Omdat ik dacht van ja, anders snap ik er gewoon helemaal niks van. Mijn vader is dus helemaal fan van het programma. En die zat er met zoveel lof over te praten. Dat ik dacht, ik moet het toch maar heel even een kans geven. En toen was ik er gisteravond aan begonnen. En ik bleef de ene naar de andere aflevering kijken. Dus ik dacht, het is nu 10:30. Als ik nou een paar afleveringen wil kijken, dan ga ik tenminste niet mega laat slapen. Want ik heb morgenochtend wel gewoon een afspraak. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie vrijdag weer met een nieuwe vlog. Doei doei!